nu er een helder oordeel van het OM is gekomen, dat er onvoldoende bewijs is voor zware mishandeling, maar dat die eenvoudige mishandeling, oftewel huiselijk geweld, dat daar mediation traject voor wordt gesteld. Nou, dat is een oplichting voor Camille Eurlings, want toch 9 maanden lang hing dat boven zijn hoofd, hè. Wellicht of geen vervolging. En zal hij daar constructief aan willen aan meewerken. Hij wil eraan meewerken omdat het anders op zijn strafblad komt te staan? Nee, hij wilde ook aan meewerken om natuurlijk ook weer door te kunnen gaan met zijn carrière. Hoe het ook went of keert. Dit zwaard van Damocles hangt natuurlijk toch 9 maanden lang boven je. Wordt hij vervolgd ja of nee? Dan komt je carrière op het IOC en American Express na toch tot een beetje tot stilstand. Hij kan nu dadelijk door, hij kan het boek sluiten. En daarmee lijkt aan een lange periode van onzekerheid een einde te zijn gekomen. Ja. U zei zelf, hij heeft altijd radiostilte betracht. Hij heeft wel een kleine uitzondering gemaakt. Afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen in Rio, toen hij daar was, heeft hij aan het blad AD toevertrouwd dat ondanks al die berichten hij zoiets had van mensen kennen mij en weten dat ik zo niet ben. Dit is toch iets anders, hè? Ik ga op de zaak, zoals ik van tevoren besproken, niet in. Maar dit is toch wel iets anders? Nee, dit is mediation. En mediation is geen waarheidsvinding. Mediation is om weer tot elkaar te brengen de partijen die tegenover elkaar gestaan hebben. En daar gaat Camille constructief en welwillend in meewerken.